ritje naar Zandvoort is altijd de moeite waard. Voor het strand, voor het circuit of om je nieuwe machine op te halen bij Sander van Gereedschap Pro. Vandaag hebben we iets bijzonders. Een objectieve test door Gereedschap Pro klanten van top decoupeerzagen. Er is weer een deskundig testteam kluskanjers aanwezig en ze stellen zichzelf wel even voor. Ik ben Jan, ik ben bijna gepensioneerd. Ik ben eigenlijk al gepensioneerd, maar bijna 65. Ik ben een gereedschapmaniak, zo kun je het wel noemen. Dag, ik ben Wino. Toen ik 18 werd, toen moest ik kiezen, timmerman of ingenieur. Ik ben ingenieur geworden, maar eigenlijk in mijn hart timmerman. Ik ben Remco, enthousiaste gebruiker van kwaliteitsgereedschap. Toen ik afgestudeerd ben, is mijn eerste machine een decoupeerzaag die ik van mijn ouders kreeg. En vandaag hebben we de laatste en nieuwste modellen getest. Dit is de Festo PS300, de bekende Trion. Dat is mijn machine. Enige gebruikte machine in de test. Hebben we meegenomen om de nieuwe Festo mee te vergelijken. Prima machine. De JSP 120 van Pro Tool, pas op de markt. Die is eigenlijk hetzelfde. Alleen de buitenkant hebben ze aangepakt. Rubberpadding. Wat we kennen van Festo. Fast fix. Snel blad wisselen. Pendelstanden. Knop aan de buitenkant. Lekkere machine. De volgende twee machines die we willen introduceren zijn de Makita 4351 FCT. En de Bosch 140 ZE. Even de Makita. De eerste indrukken. Dit is eigenlijk een hele standaard decoupeerzaag. Wat opvalt is de stofafzuiging. Dat is bijzonder om zijn minst te zeggen. Sluit op nergens op aan, zonder meer. De gereedschapsloze zaagbladwissel is helaas wel van plastic. En verder heeft hij heel veel standaard items die ook op andere machines te vinden zijn. De Bosch. Het belangrijkste is ook een wat bijzondere stofafzuiging. Die kan draaien. Er zit een knopje op waarbij de stofafzuiging aan en uitgezet kan worden. Hetzelfde geldt voor de verlichting. Ook een knopje waarbij je de verlichting aan en uit kan zetten. En hij heeft een hendel waarbij je de zool kunt draaien en instellen. Nog een belangrijk item van de Makita, wat ik net even vergeten was. Hij heeft een vierkante as. Opvallend bij de Makita. Als laatste stellen we voor de Marvel P1CC. Met een knop voor de instelling van pendelstanden. Een knop waarmee de voet afgenomen kan worden, op eenvoudige wijze. En uiteraard een variabel toerental. De enige machine uit de test zonder zaagbladgeleiding. En dan hebben we als laatste machine de Carvex 420, de nieuwe Vestool. Met een verbeterd systeem voor zaagbladgeleiding, wat geleend is van de oude Vestool Trion. Ingebouwde verlichting die ditmaal aan- en uitschakelbaar is. En net als bij de Marvel machine een afneembare voet. Oké, we gaan de zaagblad wisselen van de Festo PS420. We gaan een ander type zaagblad erin zetten. We moeten ook de bekjes afstellen. Voet eraf. Met deze schuifknop lanceren we het mesje, het zaagje, nieuwe zaagblad. Steek je de schuin in, draai je, klik. En dan moet je het bekje afstellen. Vastdraaien op het blaadje, 120 graden los. Dat is ongeveer zo. En dan de voet weer terug. Voilà. Zaagbladwissel op de Pro Tool JSP 120. Fast fix beugel naar voren, zaag eruit halen, nieuwe zaag erin steken. In de, even kijken, hier erin, klaar. En dan moet je nog even de bek afstellen met het sleuteltje dat uit de voet komt. Hierin, vastdraaien op het blad en dan 120 graden terug en dan ben je klaar. Zaagbladwissel bij de Makita, 4351, lijkt een beetje op de Festo. Beugel naar voren, zaag eruit, andere zaag erin, vastzetten, geen bekjes om af te stellen, snel klaar. Zaagbladwissel bij de Marvel P1CC, knop los, die blijft in die stand vastzitten, zaagje, tikje opzij, komt er vanzelf uit. Nieuw zaagblad, omhoog erin steken, een beetje ophangen, door zijwaarts te bewegen, blijft die zitten,
beugel terug, vast. Kortom, elke decoupeerzaag zinkt zoals die gebekt is. Dat was de slingertest. Nou, alle machines doen het eigenlijk goed. Wat opvalt daarbij is dat de Marvel heeft met splinterbescherming, en die hadden ze allemaal, de schoonste snede. En verder was de stofafblazing van de Marvel het prettigste, waardoor je ook vooruit het beste zicht op je lijn had. Zag je hem vonken? Het zaagblad schoot los en werd erg heet. In het keukenblad zit een zwart brandplekje. De conclusie van deze test is dat met alle geteste decoupeerzagen prima een uitsparing te zagen is in een keukenblad. Waar decoupeerzagen natuurlijk bij uitstek voor geschikt zijn. Eén ding wat opviel is dat de Marvel in samenwerking met het speciale Kunex-blad, speciaal ontwikkeld voor de Marvel-machine, extra stabiliteit geeft in de bochten, waardoor nauwere bochten te zagen zijn die er dan ook strakker uitzien.
opmerkelijk verschil. Dezelfde balk. Hier is 8 mm afgeschaafd. Hier niet. Deze hebben we vanmorgen gezaagd. Hetzelfde soort zaagje. Allebei Carvex 2. Hier is hij krom gegaan. Daar is hij recht gebleven. Het is een beetje een raadsel voor ons hoe dat zou kon komen. Wel opmerkelijk. Goed, mijn top 3 na al deze testen. Op 3 de Pro Tool. Mooie machine. Op 2 de Festo PS 300. Mijn vertrouwde machine. Prima ding. En op 1 de Marvel. Die presteerde gewoon het beste in de test. Toch? Ja, nou, over de Marvel kunnen we kort zijn, daar ben ik het met je eens. De Makita, die vind ik wel duidelijk de minste, want die heeft eigenlijk helemaal geen accessoires die je erbij kunt kopen. Ja, wat voor mij is, ik kan me daar grotendeels bij aansluiten. Voor mij, omdat ik zou kijken, zijn de Makita en de Bosch uit deze test de minste. Vanwege het feit dat daar eigenlijk niet zoals bij de andere machines een volledige systeemintegratie is. Waardoor ze prima zagen in de gemiddelde toepassing. Maar wil je wat extra dingen, dan voldoen deze zagen niet. Ga je dan kijken, wat is dan daaruit verder mijn keuze? Dan zou ik op mijn gedeelde tweede plaats zetten de Pro Tool, de Vestool 300 en de nieuwe Carvex. En ik denk dat de keuze die je daarin maakt veelal ook af zal hangen van het toepassingsgebied wat je kiest. Gebruik je meer in een ruwbouw, gebruik je meer in de interieurbouw. Wil je hele speciale dingen ermee, dan is de nieuwe Carvex met wat extra features misschien interessant. Maar voor mij op 1, wel vrij duidelijk, is de Marvel. Vanwege zijn zaagprestaties, maar ook vanwege de wijze waarop die gebouwd is. Die kwalitatief voor mij gewoon beter is dan de andere zagen uit deze test.